Maar er moet nog wel een strafschop genomen worden en Roy meldt zich. Kruifie aan. Gijs, excuus, dat ik geen shirt heb, maar mag ik even mijn penalty nemen? Vindt u dat goed of moet ik even een shirt hebben? Nee, je moet echt een shirt aan doen. Mag ik even een shirt? Ja. Keurig. Zij durven niet te kijken. Dat is wijsheid. Links of rechts? Ja, waar is het duidelijk? Ik zie het lekker van rechts. Rechts bovenop. Ja. Roy, de spelercoach, heeft een beetje grillige statistieken. Wat gaat dit worden? De strafschop voor de 0-2. Roy, de coach, nu even Roy, de speler. Schiet hem op de paal, zeg! Tja, ongelooflijk. Dit is toch niet te geloven? Dit is niet de eerste keer. Wisselen gewoon, dit is gewoon wisselen. Dit is niet de eerste keer. Ja, de aanval loopt door terwijl er 11,5 man staat voor Creators in het veld. Wordt dit dan nog wat? Daar komt Frank VD en die neemt revanche voor Luxteen. De strafschop dus mis, maar wat gebeurde daarna? Rebound, Sebastie, waar was die? Nou ja, kijk, we spelen hier bij Creators en Roy geeft zijn telefoon aan mij. Roy filmen, dus ik kon helemaal niks. Ik stond achter hem. Nee. Echt gebeurd, kijk maar, daar rechts staan mensen te filmen in plaats van in te lopen. Vraag me niet hoe, ik was net van mijn trauma af en ik vond hem zelf aardig genomen, maar niet goed genoeg. Ongelooflijk. Roy.